Kijk, daar gaat hij. Kijk, dan zie je hem dan de bocht maken, hè? Heel duidelijk. Kijk, en dat draait dan in op de Zwanenburgbaan. Dus hij zit gewoon wat dat betreft echt boven het dorp, omdat hij die draai maakt. Waarom nu over die dorpen vliegen? Want dat is niet nodig. En daar kan ik me kwaad om maken. Het kan anders, het kan beter en het kan minder. Het is eigenlijk een continue zoektocht naar het vinden van die balans tussen enerzijds de vraag naar luchtvaart en anderzijds de impact daarvan op de directe omgeving. Ik snap heel goed dat mensen dat vervelend vinden, want als je dit geluid overkrijgt tijdens de barbecue met de buren, dan word je niet blij. Luchthaven Schiphol is een werkgever voor heel veel mensen. Mensen vinden ook het ontzettend belangrijk dat ze goed op vakantie kunnen. Dus we zijn ergens ook wel trots op de luchthaven. Tegelijkertijd is het ook een overlastgever. Ik denk dat voor inwoners de beleving van de hinder heel erg persoonlijk kan zijn. Waar de ene bewoner enorm veel last heeft, zal de buurman misschien minder voelen. Tegelijkertijd zie je ook dat langs de route dat eigenlijk vanzelfsprekend is. Daar is altijd overlast. Geluidshinder wordt bepaald door het baangebruik. En het aantal vliegbewegingen wat op die baan wordt gemaakt, het motorvermogen van het vliegtuig en de hoogte waarop het vliegtuig vliegt. En dat zijn eigenlijk de componenten die maken dat er hinder is. En als we denken in oplossingen, dan moeten we daar dus aan sleutelen. Wij hebben samen met Luchtverkeersleiding Nederland hebben wij een minder hinderplan ontwikkeld. En dat zijn momenteel 44 maatregelen die met elkaar in de komende jaren moeten gaan zorgen voor afname van de geluidshinder van vliegtuigen. Ja, in het programma zitten maatregelen die je kunt indelen in de categorie ander baangebruik, het hoger aanvliegen en het verleggen van routes. We zijn begonnen met inventariseren van welke klachten zijn er over geluidshinder. En vervolgens hebben we bij al die klachten gekeken van wat voor oplossing kunnen wij bedenken voor die klachten. We zijn natuurlijk continu in gesprek met onze omgeving. En daar komen dan heel vaak voorstellen uit voor hinderbeperking. Dit is uit Geest. Ik ben hier komen wonen in 1980. Medio vorig jaar kwam de bocht van bij de Zwanenburgbaan kwam langs. En toen dacht ik bij mezelf, dit moet ook mogelijk zijn voor uit Geest. Het kan echt zo zijn dat er vanuit bewoners suggesties komen die gewoon nog niet op ons netvlies stonden. En dat gaat dan heel vaak inderdaad om net even het aanpassen van een route. Waarvan bewoners gewoon heel goed kunnen inschatten wat dat doet. En dat nemen wij dan heel graag mee in onze plannen. Ja, het hele voorstel van die bocht vanuit Geest was heel duidelijk verder te vliegen richting uit Geestermeer. En daar die bocht maken op dat stille gebied. Ik heb dat toen geopperd en men heeft dat direct ook aangenomen. Daar is specifiek gevraagd, kunnen jullie niet om uit Geest heen? En met dat verzoek zijn we aan de slag gegaan. Nou, wat we in het nieuwe ontwerp gaan doen, is niet meer in een rechte lijn naar de polderbaan vliegen, maar daar bochten in bouwen, zodat we zoveel mogelijk om woonkernen heen vliegen. We hebben een naderingsprocedure ontwikkeld voor de nacht naar de Zwanenburgbaan, waarin we bochten hebben ingebouwd om de hinder te verminderen. En diezelfde oplossing willen we ook gaan toepassen voor de naderingen naar de polderbaan die over uit Geest gaan. Per saldo onder de streep gaan de bewoners er toch op vooruit. Nou, dat is een mooi behaald resultaat. En ik hoop dat dit gewoon een blauwdruk kan zijn in wezen voor vervolgstappen om de overlast te verminderen. Ik denk dat Schiphol het probleem wel serieus neemt. En ik denk dat het belangrijk is dat het minder hinderplan niet alleen terugkomt in de berekeningen van dat het ook echt minder wordt, maar dat mensen het echt gaan ervaren, dat ze het gaan voelen, dat ze de nacht door kunnen slapen en dat ze in de achtertuinen ook echt minder hinder beleven. Het is niet meteen opgelost. Nee, het is geen gemakkelijke opgave. Het vraagt gewoon veel van alle betrokken partijen en ook een lange adem. Wat ik hoop is dat we op een goede manier in gesprek blijven met onze buren. En dat onze buren ook zien dat wij onze verantwoordelijkheid pakken voor het leefklimaat in de omgeving. En dat dat natuurlijk ook daadwerkelijk verbetert de komende jaren. Het is natuurlijk gewoon nu rustig door dat COVID, waardoor in wezen het vliegverkeer teruggezakt is van zeg maar naar zo'n 30%. Ik ben heel benieuwd, het zal wel tot 2025 duren voordat we weer in het oude normaal komen. Alleen ik wil dat oude normaal niet terug.
Ik wil op een gegeven moment dat het leefklimaat hoog op de agenda komt. Het feit dat er geluisterd wordt, is een goede stap.